Assembleevoorzitter Ronnie Brunswijk is ook besmet met het COVID-19-virus. Op VHP-voorzitter Tjansa Tokina zijn alle leiders van de nieuwe coalitie positief getest op deze zeer besmettelijke ziekte. Ook de ondervoorzitter van NPS, Gerald Pawiro Regio, is eerder positief getest. De huishoudelijke vergadering van het parlement, die verschoven was naar morgen, is hierdoor weer uitgesteld naar maandag 6 juli. Het DNA-gebouw wordt grondig ontsmet. President Bouterse, die ook in contact is geweest met de coalitieleden, is echter negatief getest. Momenteel worden de contactpersonen opgespoord en zullen de overige parlementsleden ook getest worden. Het aantal actieve cases staat nu op 280. Op de ICU worden 8 personen verpleegd en 529 personen zijn in overheidsquarantaine. In totaal zijn 535 personen positief getest in Suriname. De teller van het aantal doden staat op 13.